Een kapsalon in de Provenierstraat zou sinds de zaak aan een nieuwe ondernemer verhuurd wordt de bron van ellende zijn. Volgens ondernemers en bewoners gebeurt er in de winkel meer dan alleen kappersactiviteiten. Bezoekers vormen om en rond de zaak overlast. De situatie is zo bedreigend dat bewoners en ondernemers niet willen reageren of buiten beeld. Er staan heel veel mensen buiten, die staan vervelend te doen. Auto's stoppen ze nu en dan en praten daar met elkaar. Hebben geen oog voor de andere mensen, tenzij het blond is en 18 jaar. En meisjes natuurlijk. En dat vinden wij gewoon heel vervelend. Ja. De sfeer is niet goed, er zijn vechtpartijen. We hebben dat als bewoners eigenlijk vanaf 25 jaar terug met perron 0 hebben we dat allemaal gezien. En we hebben het gezien. 30 april is er een brief aan de gemeente verzonden, maar tot nu toe kwam er geen reactie. En dus ging Leefbaar Rotterdam raadslid Dries Mos het vanmiddag in de gemeenteraad proberen bij het college. Afgelopen zaterdag een behoorlijke vechtpartij geweest. Er schijnt 2 of 3 bedreigingen al geweest te zijn met wapens. Dus ja, het ging behoorlijk uit de hand lopen. Lokale burgemeester Jantine Kriens laat weten dat deelgemeente, gemeente en politie alles op alles zullen zetten om de zaak weer onder controle te krijgen in de Provenierstraat.